Dioden zijn er in vele soorten en maten. In deze video zie je daarvan veel voorbeelden. En laten we eens kijken wat we dan hebben. Ik heb hier wat verschillende typen bij elkaar gevonden. En ik zou willen beginnen met, laten we zeggen, de gewone diodes. Dat is dit groepje. Natuurlijk de bijzondere diode die wij kennen als LED. Dan hebben we de gelijkrichtdiodes, die zijn verpakt als een complete gelijkrichter. En we hebben hier nog wat speciale LED's in de vorm van een 7-segments display. Nou, dan hebben we hier nog een vermogensdiode. En hier hebben we nog een infraroodontvanger, dus een fotodiode. En hier is nog een puntcontactdiode. En dan heb je de meeste variatie wel gehad. Dan laten we eens kijken naar een gewone klein signaaldiode, zoals deze blauwe. Je zult het misschien niet geloven, maar er staat echt een code op. Maar daar heb je eigenlijk al een looplamp voor nodig. Dit is een standaard klein signaaldiode, dus dan moet je denken aan een BAT85 of een 1N4148. Het is wel te lezen, maar dan moet je eigenlijk gewoon standaard werken met een looplamp. Of wat ook mogelijk is, is dat je... Ik pak even mijn telefoon erbij. Als je een zaklampje hebt op je smartphone, dan wil dat ook nog wel eens helpen. En nu zie ik inderdaad staan BAX16. Dus dat werkt redelijk goed. Een andere variant is de zenerdiode. Dus de diode die... In het doorlaatgebied functioneert als een gewone diode en in het spergebied functioneert op basis van een vaste spanning. Nou, hier zie je zo'n dingetje en je ziet hier de code staan BZX33 en die 33 die staat voor de zenerspanning. Dus dit is een 33 volt zenerdiode. Als je hier spanning overheen zet, dan staat er constant 33 volt over die zenerdiode heen. Nou, een bijzondere uitvoering en altijd interessant om naar te kijken is deze puntcontactdiode. Ik vermoed dat dit een germaniumdiode is, een wat uitstervend ras. Maar ze zijn van helder glas gemaakt, dus het is interessant om daar eens in te kijken. Meer dan dat is het ook niet hoor. Het is, functioneert verder als een gewone diode. Als je wat meer vermogen wil, dan kom je bij dit soort modellen terecht. En je ziet al meteen aan de vorm dat hij veel meer vermogen kan dissiperen. Maar verder is de werking precies hetzelfde. Dan de opto-elektronica, zoals het genoemd wordt. Dus allerlei diodes die in verschillende vormen zijn gegoten. Natuurlijk de standaard LED, maar ook LED's met een speciale vorm. Of LED's in een speciaal houdertje. En natuurlijk het 7-segments display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diodes zitten hierin. En dat ding heeft dus ook maar liefst 10 pootjes om dat allemaal aan het werk te krijgen. Nou, de laatste bijzondere groep is de groep van gelijkrichtdiodes. En die worden vaak in één huisje ondergebracht. Normaal heb je voor een dubbelzijdige gelijkrichting 4 diodes nodig. En als je die 4 diodes nou in één huisje zet, dan is dat best handig. Want dan heb je één complete gelijkrichter in je handen. En je ziet hier ook opstaan, en dan moet ik even goed kijken, plus, min, wissel, wissel. Dus de wisselingangen die komen straks van het transformatorsignaal. En de plus en min uitgangen die gaan verder naar het vervolg van de voeding. En hiermee heb je dus een complete gelijkrichter waar 4 diodes in zitten. Er zit een gat in en dat betekent dat ik dit ding kan monteren op een koelplaatje. En dan kan ik er meer vermogen uit halen. Nou, een extreem geval is natuurlijk deze. Die is helemaal van metaal. Heeft dezelfde functie verder. Maar je kunt hem met een dikke bout op een koellichaam schroeven. En je ziet ook dat hier gebruik wordt van die schuifterminals. En dit is echt bedoeld voor grote vermogens en dat wordt dus ook niet gesoldeerd. Want de soldeertin die zou gewoon weer smelten bij de toepassing. Nou, je ziet hier nog 2 toepassingen van gelijkrichters. Hoe zit dat nou in de praktijk? En
We kijken even naar deze voedingsprint. En ik zit even te zoeken waar dat zit. Ja, hier zie je een hele kleine gelijkrichter met 4 pootjes. Dat ding heet D1 en in de codering kun je zien, op de print kun je zien dat hier 2 wisseltekentjes staan en hier aan de onderkant staan een plus en een min. En dat is dus de gelijkrichter die hier gebruikt wordt. Een andere manier van gelijkrichten is natuurlijk het gebruiken van 4 losse diodes, dat kan ook. Dat is meestal iets goedkoper in aanschaf, maar het is ook wat meer werk. Dus bij grote industriële series wordt dat wat minder vaak gebruikt. Hier is een andere vorm van diodes. Dit is een metertje waarin LED's worden gebruikt. Ja, het zijn ook diodes. En dit kun je gebruiken als een voltmetertje. Ander gebruik van diodes. Gaan we even kijken naar deze print. Ik zit even te kijken. Dit is het binnenwerk van een fax, denk ik. Er staat HP op. En er zit een RJ11 aansluiting op voor een telefoonlijn. En hier zie je een aantal standaard diodes. Deze 4 standaard gelijkricht diodes. Hier zie je nog wat klein signaaldiodes zitten. Hier zitten nog een paar klein signaaldiodes. En dat is zo'n beetje wat je kunt zien. We moeten nog even kijken naar de codering van diodes. Want we hebben natuurlijk al begrepen dat die dingen een anode en een kathode hebben. En hoe wordt dat nou gecodeerd op zo'n diode? De kathode is het streepje. En de anode is vanzelfsprekend de andere kant. Dus de kathode negatief, anode positief. En ik kan zo'n diode ook meten. En daar gebruik ik deze meter voor. En deze multimeter, niet alle, maar deze dan toevallig wel, heeft een meetbereik waarbij ik een diode kan meten. En dat kan ik nu eventjes instellen en dan staat hij op overload. Nou, er is ook nog niks aangesloten, dus dat kan kloppen. En mijn plussnoer zit aan de plus en mijn zwarte snoer zit aan de common. Let even op de kleuren van de meetsnoeren. En nu kan ik een willekeurige diode pakken en die ga ik in doorlaat aansluiten. Dat betekent dat ik de plus aansluit op de blauwe kant en de min sluit ik aan op het zwarte bandje. Dus dat is de kathode. En wat ik nu aflees is de doorlaatspanning van de diode, de drempelspanning. En die is in dit geval 593 millivolt. Dus ongeveer die 0,6 volt die we steeds gebruiken in de theorie, als we de concepten bespreken. Als ik de diode omdraai, dat kan natuurlijk ook, dan sluit ik hem aan in SPER. En dan zou er niks mogen gebeuren. Nou, deze meter laat dan overload zien, maar in ieder geval, het functioneert niet zoals het bedacht was. We kunnen ook nog een andere toepassing van de optoelektronica is de infrarood LED. Als ik hier nu een functie op induw van deze afstandsbediening, dan kan ik helemaal niet zien of dat werkt. Nou, via deze camera misschien wel, maar ik kan het zelf niet zien. Daar hebben we wel weer ook een trucje voor. Ik pak de camera van mijn smartphone en dan kan ik zelf keurig zien op mijn schermpje dat deze afstandsbediening in ieder geval functioneert. Dus dat is een hele eenvoudige en effectieve test. En dat is het verhaal van de diode.